Goedenavond kijkers, wij gaan het hebben over Kwispel. Want ik weet niet of u er al aan gedacht heeft, maar zeer binnenkort gaat Kwispel weer beginnen. En hier aan tafel bij mij een aantal mensen die het mee organiseren. Ik ga even voorstellen aan u, direct naast mij Jos Deensen. Dag Jos. Marit op het Hoog, een nieuw gezicht in het Kwispelteam volgens mij. Oud nieuw gezicht. En Peter Vrijhoeven. Ja, we gaan het hebben over Kwispel. De inschrijving is lopen, hè, Jos? Die hebben we eigenlijk in december al opengesteld. En de mensen kunnen dus alle minuten nu inschrijven tot 22 februari. Tot 22 februari, ja, dat is nog goed een week dan. Ja. Oh, dan moeten we de mensen die deel willen nemen, die moeten opschieten. Ja, de mensen zijn op tijd gewaarschuwd, dus ik hoop wel dat ze het team klaar hebben. En dat is gewoon een kwestie dan misschien alleen voor de inschrijven nog. Ja. En Marit, redelijk nieuw in het team? Ja, ik heb al eens meer mee mogen organiseren, een jaartje tussenuit geweest en nu zijn we terug. Oké. Wat weet jij nog van Kwispel van vroeger? Ja, ik heb zelf een aantal jaar meegedaan en toen ben ik gevraagd om mee te doen. Ik vond het altijd heel leuk. Gewoon fijn saamhorigheidsgebeuren met z'n allen werken aan één quiz. En het organiseren is net zo gezellig. Wat is de kern van Kwispel? De kern van Kwispel is om in gezamenlijkheid binnen het dorp met een feest te organiseren, wat gebaseerd is op enerzijds kennis en anderzijds een leuke afsluiting aan het eind van de avond. Jos, jij bent de oude rot, hè? Hoeveel jaar doe je al mee met Kwispel? Ik ben vanaf het begin erbij, dus 7 jaar. Of ja, eigenlijk 8 jaar, want we hebben 1 jaar. 7,5. 7,5 jaar erbij. Wat heb je in die 7 jaar allemaal voorbij zien komen, horen komen, laten komen? Eigenlijk allerlei opdrachten, allerlei vragen, geheime opdrachten, maar ook heel veel mensen die enorm genoten hebben. Na afloop van Kwispel is er ook altijd commentaar van de ouderen hebben er niks aan of de jeugd is niet echt aan bod gekomen of het was zo moeilijk te vinden allemaal in het dorp. Doen jullie daar iets mee? Ja, daar doen we zeker mee. Aan het einde krijgen eigenlijk alle teamcaptains sowieso een enquête die ze mogen invullen. We krijgen sowieso een heleboel te horen. Dat nemen we altijd mee in de evaluatie die we zelf hebben. Maar ook de enquête die bekijken we. En dan proberen we de volgende editie toch weer een beetje beter te maken. Het is een quiz die ook, waarvan de bedoeling is dat een meerdeel van de vragen ingevuld kan worden. Okay. Het is niet de bedoeling dat we de vragen zo moeilijk maken dat de scores heel laag worden. Maar het leukste is natuurlijk dat er zoveel mogelijk vragen ingevuld kunnen worden, dat de teams zo dicht mogelijk bij elkaar eindigen, want dan maakt het ook spannend. Ja, nou het over de rubrieken gehad hebben, welke rubrieken kunnen de mensen zo'n beetje verwachten? Nou ja, we hebben al jarenlang 10 rubrieken, dus dit jaar zal dat ook weer 10 rubrieken zijn. En er zitten een aantal vaste rubrieken in, die mogen ze weer verwachten. Ik noem even breinbrekers, maar ik noem ook kids als vaste rubriek. Daar komen we straks nog even op terug op Kids, want daar hebben we nog iets speciaals dit jaar. En daar wil ik eigenlijk dan ook verder geen tipje van de sluier oplichten. Je had het al over Kids, hoezo gaan we er even op terugkomen? Nou, we hebben normaal altijd de geheime opdracht. Maar we hebben dit jaar ook een geheime opdracht voor de Kids. Dus we leggen wat meer de nadruk op de jeugd. En dus ook voor de jeugd, wat ik al zei, hebben we dus een geheime opdracht. Daarvoor is het wel belangrijk dat teams in ieder geval 1 of meerdere kinderen tussen de 8 en de 12 in hun team hebben. Want die zullen uitgenodigd worden om die geheime opdracht te komen maken. Oké, dus de geheime opdracht is al niet meer zo geheim. Het is vooral bedoeld voor kinderen. Het is voor kinderen en het is een geheime opdracht voor volwassenen. Oh, okay. Voor de groot. Dus we hebben 2 geheime opdrachten. 2 geheime opdrachten. 2 geheime opdrachten. Jos, dan kom ik even bij jou voor de ouderen. Ja, nee. Ja, jij bent. Ja, ik ben een beetje ouder. Gaat het ook voor een deel over het vroegere Moergestel? Ja, dat is mijn hobby eigenlijk een beetje. Om toch wel een aantal dingen te vinden die met Moergestel in het verleden te maken hebben. En dat ook de oudere mensen daar veel plezier aan hebben. En ik heb dus in het verleden al dikwijls gemerkt dat heel veel ouderen dus deze quiz enorm leuk vinden. En vooral als ze dan gevraagd worden, weet je dit nog uit 1950 of weet ik dat. Dat geeft veel voldoening, geloof ik. Ja, oké. Marit, je hebt aan alle twee kanten meegedaan, aan de organisatie, maar ook aan de deelnemers. Hoe stel je een goed team samen? Ja, wat ik uit ervaring weet, of dat dan echt de heilige graal is, weet ik niet. Maar ik probeerde toch van tevoren altijd te speculeren van, oké, welke
categorieën kunnen we verwachten. Dan gingen we een lijstje samenstellen. Wie gaat wat doen, mocht die categorie er zijn. Een soort van groepsverdeling voordat we begonnen. En daarna gingen we heel gestructureerd te werk. Je kreeg je categorie, je gaat aan de slag. En de vragen die je niet weet, die komen terug in één grote bak op tafel. En daar kijkt iedereen nog een keertje overheen. Dus een teamcaptain is wel degelijk belangrijk. Een teamcaptain is degelijk heel, heel belangrijk. Dus en die moet vooral kunnen organiseren. Ja, organiseren. Zorgen dat je een overzicht bewaart. Want je kunt met z'n allen wel aan het boek beginnen, maar dan... Weet je van voor niet waar je mee van achter mee bezig bent. Eigenlijk. En ook zo je team samenstellen dat 10 categorieën ingevuld kunnen worden met mensen. Ja, ja, en jong, oud, je hebt het allemaal nodig, allerlei expertises. Maar ik denk dat de meeste teams toch wel heel gevarieerd zijn. Nou, daar is de bedoeling dus. Hè? Ja, zeker. Hoe laat begint het, Peter? Het afhalen van het boek is om 6:30 in de Bogaard. Zaterdag 21 maart, 6:30 in de Bogaard. Ja. En dan wordt de quiz gespeeld tot 9:30. 9:30 is het uiterste moment omdat iedereen in kan leveren. Vroeger moesten we het boek inleveren, maar tegenwoordig gaat dat digitaal. Dus dan wordt feitelijk de poort wordt gesloten. Dus dan kan niemand meer zijn antwoorden inleveren. En dan zit er een team bij de draai, bij het draaiboompje. Die gaan dan de uitslag vaststellen die we dan later op de avond bekend gaan maken. Oké. Okay. Hoe lang duurt het ongeveer, Jos, het bekendmaken vanuit de computer? Een uurtje of anderhalf, dan weten ze echt de uitslag. En dan hebben ze het ook al gecontroleerd. Eventuele foutjes zijn gemaakt bij de nakijken, maar dat gebeurt zelf. Maar dan weten ze het echt anderhalf uur en dan is het zonder meer bekend. Oké. Okay. Afterparty bij het draaiboompje. Hoe laat begint dan, Marit? Negen uur. Nou ja, het begint feitelijk als de quiz afgelopen is, is iedereen welkom. Hè, dus dan, vanaf 9:30 dus? Vanaf 9:30, dus we, uit ervaring weten we dat dan rond 10:00 de meeste binnen zijn gelopen. En nou ja, dan maken we er een leuke feestavond van. Ik denk belangrijk om te weten dat het niet alleen voor de deelnemers is, maar eigenlijk voor iedere inwoner van en buiten Moerestel. Dus iedereen is van harte welkom om op die avond te komen. We maken de uitslag weliswaar bekend, maar daarnaast hebben we Tommy Santo om als discjockey uit ons dorp, die de avond zal opluisteren met hele leuke muziek, ga ik vanuit. Oké. Moeten de mensen MTV kijken, Jos? Jazeker, want tijdens de quiz worden ook vragen gesteld die vanuit MTV worden geleid eigenlijk. Ook weer de audiovragen? Ja, audiovragen en visuele vragen komen dus van MTV alweer. Ja. Nou ja, wat misschien nog wel belangrijk is om te zeggen is dat we vorig jaar één quiz hadden voor teams. Maar dat we dit jaar ook een wat kleinere quiz hebben, een light quiz, voor als er kleinere teams zijn. En dus dan praat ik over 10 van 10 tot 15 personen. We hebben wel als organisatie afgesproken, we moeten minstens 5 teams hebben om dat te kunnen laten draaien. Dus een oproep aan de teams die wat kleiner zijn en toch er nou aan denken om mee te willen doen, geef je ze spoedig mogelijk op. Zodat we ook misschien de kleine quiz nog kunnen draaien. Oké. Okay. Nou, zijn er nog dingen die jullie kwijt willen hier aan tafel? Ja, dat mensen zich snel aanmelden. Dat is voor ons ook prettig. We weten hoe we boeken moeten bestellen en zo. 22 februari, uiterste datum. Maar liever nog eerder. En dat kan dus allemaal via de sociale media. Maakt niet uit of je naar Facebook of Instagram of WhatsApp. Of... En voor alle duidelijkheid, het staat ook nog allemaal in Moerestel Nieuws. Komt volgende week ook nog een keer. Volgende week ook in de Goed. Dankjewel en veel succes verder met de voorbereidingen. Okay. En met de oplossingen natuurlijk. Dankjewel.